Zoals ieder jaar organiseert het IVN van het Natuurhuis de tentoonstelling voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Natuurgids van het eerste uur, Loek Busser, mocht hem openen. Nou, dit jaar heeft het IVN gekozen voor vogels en de tentoonstelling is te bezoeken voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Hoeveel leerlingen komen, verwachten jullie? Een 425 zoiets. En wanneer komen die dan? Eigenlijk de komende 2 weken. Voor elke klas hebben we een uur ingeruimd. En aan de hand van een boekje gaan ze die tentoonstelling bekijken. En er staan ook allemaal proefjes en opdrachtjes. Dus we hopen dat ze een leuk uur hebben. Ja. Hoe komen jullie eigenlijk tot zo'n thema vogels? Nou, een beetje brainstormen en het is ook vervelend als je elk jaar hetzelfde thema hebt. Je wilt zelf eigenlijk ook wat leren en daarmee bezig zijn. En eigenlijk hadden we met z'n allen besloten, vogels wordt het een keer. Wat heb je zelf geleerd van vogels? Nou, eigenlijk wat ik heel verwonderlijk vond, dat veren bijvoorbeeld, dat die heel erg kunnen slijten. En dat je dan zonder veren zit. Want je ruit wel, maar je ruit natuurlijk niet het hele jaar. En eigenlijk heb ik er nooit zo over nagedacht. De tentoonstelling is open voor het publiek op de zondagen 9 en 16 oktober van 2 tot 5 uur. En is te zien in een van de panden naast het wokrestaurant aan het Hagenpark.